Hallo! Hey! Hoi. Dag! Wat is dit? Wat gebeurt... Wat is hetgeen wat we aan het doen zijn in het leven van de Calvijn? Nou ja, ik zal het je even rustig uitleggen, lieve mens. Dit is... Nina Schrappo! Als opgevallen is het vandaag 1 april. Dat betekent natuurlijk scheetkussens en grapjes en dingetjes. Heb jij een leuke 1 april grap uitgehaald, Nina? Nee. Het is nog niet eens 1 april als we dit filmen. Nee. Ben je van plan om een goede 1 april grap uit te halen? Ik heb er nog niet over nagedacht. Nee? Ja, het hoeft niet. En jij? Ik heb een hele mooie 1 april grap uitgehaald. Echt waar. Ik heb gedaan alsof ik botox had. Alsof ik mijn hele bek heb verwijderd. Dat is toch grappig? Ja. Heel grappig. Weet je wat ook grappig is? Het feit dat Kelvin is begonnen. Jazeker, dames en heren, jongens en meisjes. Kelvin betekent dat er elke dag van de week een video online komt. Zolang jullie het aantal likes halen. En vandaag vraag ik jullie om het magische getal van 4000 likes. Zeker. Als jullie binnen 24 uur 4000 likes halen op deze video, dan komt er morgen weer een nieuw filmpje. In ruil daarvoor heb ik vandaag een fantastische prijs. Nina, aan jou de eer. De eerste Kelvin prijs van dit jaar. Wil jij de envelop openmaken? Ja, het is ongelooflijk, mensen. Wat zal het toch zijn? Het is niet normaal. 150. Goed voor snel sneakers. Voor snelle jellen. 150 euro te goed voor sneakerbaas. Wat betekent dat je eigenlijk al 150 euro aan sneakers kan krijgen. Ja, dat is het. Het enige wat je moet doen om kans te maken op die prijs is om een reactie achter te laten onder deze video. En geabonneerd te zijn op mijn kanaal. En dan maak ik morgen de winnaar bekend op mijn Instagram story. Zo werkt het, Nina. Ik vind het heel raar om je Nina te noemen. Ik heb maar 1 Nina in mijn leven. En dat is gewoon, dat is mijn liefde. Die heeft haar naam gejat. Hoe kan je dat doen? Zomaar met... Oh, oké. Nina schuift de schuld gewoon op haar ouders. Weet je wat we vandaag gaan doen? Ja, musicals maken. Ja! Voordat we gaan musicalen heeft Nina voor mij een cadeautje meegebracht. Tada! Hoe durf je een gele paprika in mijn huis? Hoe durf je? Ja, dat was zo'n 3 pakket. Haal hem uit mijn buurt! Haal hem uit mijn buurt! Verdwijn! Rustig! Zoals jullie misschien weten heb ik ooit een video gemaakt op mijn kanaal. Die heette How to Musical.ly. Samen met India. En daarin ging ik dus, ging iemand mij leren hoe ik moest musical.ly. Want ik ben 20 jaar oud. En ik zit daar niet op. Ik doe niet aan musical.ly. Jij wel. Zij is zelfs genomineerd voor de beste music bij de Feed Awards. Mocht je haar nou leuk vinden, kun je op de stemmen. Zeker weten. Maar daar gaat het vandaag niet over. Vandaag gaat het erover dat het tijd is voor les 2. Vertel eventjes wie je bent. Nou, ik ben Nina Schoffer. Ik ben 10 jaar. Ja, wat moet ik nog meer vertellen dan? Misschien dat je zeg maar 200 miljoen duizend volgers op musical.ly hebt. 206.000. Oké, dat valt me mee. Ik zal heel eerlijk met je zijn. Ik heb wel eens een keer een avondje, ben ik wel een beetje verdwaald op musical.ly. Toen dacht ik, laat ik eens gewoon eens een keer proberen. En toen vond ik het zeg maar best nog wel vermakelijk. Nee, ik heb 12.000 volgers, man. Dat is zeg maar misschien nog niet eens een tiende van wat jij hebt. Maar, hey, ik doe mijn best. Voor de mensen thuis die niet weten wat een musical.ly is, dat is letterlijk, ja, leg het even uit. Dat is eigenlijk een stukje van een muziekje van 10 tot 15 seconden. Oké. En dan playback je het en dan doe je beweging als je dat leuk vindt. Ik moet mezelf even omtoveren tot echte musical.ly. Vind ik zelf, hè? Ja. En dat kan natuurlijk op een aantal verschillende manieren. Ja. Ik heb de beste manier ooit bedacht. Blijf hier. Much later. Yo, yo, what up? Zo zien die Musical.ly boys er toch uit? Zo, yo man, let's go. Hey, 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 let's go. Ik ben 12, maakt me niks uit. Ik maak gewoon die Musical.ly's. Ik heb miljoenen volgers, man. Zo ben ik gewoon. Hé, toch? Dat is toch een beetje... Ja, een beetje. Dan kun je het wel vergelijken. Zou je geloven dat ik musical ben? Nee. Oh. Around me are familiar faces. Jij hebt ook iets bij je. Nina heeft iets meegenomen. Nina is die pro, weet je wel. Dus zij heeft gekke tools meegenomen waarin je gewoon ultieme musical.ly's kan maken. Give it up voor gewoon hele dingen en zo. Wil je eens een keer een musical.ly voor me maken? Ja, hoeft niet, maar ik vraag het. Ja, is goed. Dan kan ik leren van de master. Oh, we gaan even een liedje bepalen. Ja, dan ga ik gewoon even kijken bij mensen die ik volg. Stap 1! Wat? Doe je dat? Gewoon bij mensen die ik volg ga ik wel even liedjes bekijken. Zeg maar die hun heb opgenomen. Je jat eigenlijk gewoon andermans shit. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is niet erg, maar dan kan ik dat meenemen in mijn... Maar je doet dat wel een andere beweging, hè? Ja, oké. Ik noteer eventjes... het is mijn huiswerk. Tip 1, jat. Andermans muziek. Deze van Honeyflex Energie. Is goed. Oh ja, je kan hem ook knippen. Welk stukje jij wil. Wow, de mogelijkheden zijn onbeperkt. Je kan gewoon kiezen welk stukje je wil, man. Wow. Jij mag eerst even eentje opnemen. Gewoon zoals ik het zelf wil doen, ik ben er niet. Echt heel erg awkward. Nee, maar dat geeft niet. Het kan. Ik kijk niet. Ik luister alleen. Ja, oké. Wow! Hey, gekke applausjes. Ik wil het even zien. Been op de grond, ik ben altijd bij. Soms ben je mijn broertje. Zo raar om jezelf dan te zien. Zou ik je vast in de slechte tijden? Ik ben niet meer van hem, nee.
Maar weet je wat, daar kan ik gewoon nog steeds niet aan wennen. Gewoon hoe je die hele gekke movements doet met je hand. Ja, bijvoorbeeld, kijk, als je die kant op gaat, dan doe je bijvoorbeeld de andere kant. Dus je doet in plaats van zo, doe je zo. Waarom? Omdat als je zo doet, dat ziet er toch heel raar uit. Ja, maar is dat dan niet juist gek gewoon? Oh, je lacht me uit. Zo, lach me gewoon weer uit. Ik nodig je uit in mijn huis. Het enige wat je doet is mij uitlachen. Omdat ik het niet kan. En omdat ik een bril op heb en een banana op. Jij lacht je me daar bij? Ja, okay. Weet je hoe raar je eruit ziet? Als ik zo op straat loop, dan zegt iedereen, yo, jij bent van Musical.ly. Ja, klopt man. Ja, dat is echt waar. Dat wil ik vandaag. Ik wil vandaag, zeg maar, dat onder controle hebben. Okay. Dus hoe doe ik dat? Oké, pick music. Let's go. Eerst gaan we lekker muziekje uitkiezen, lieve mensen. Search for a song. Boef. Lol, alles staat er gewoon in. Ja, jullie weten toch, Boef heeft een nieuw album uitgebracht. De meest commerciële track die erop staat is samen met Lil Kleine. Let's go. Mag ik die uitkiezen? Of is het een slecht liedje? Ja, wel. Mag wel. Het is niet echt een typisch Musical.ly liedje, of wel? Ja, sommige mensen doen het wel, maar sommige ook niet. Wat is dan volgens jou een goede? In Engels of zo. Gewoon wat je zelf leuk vindt. Wat vind ik zelf leuk? Ik ga gewoon Jacob Sartorius opzoeken. Dat was les 1 van vandaag. Jat gewoon andermans muziek. Gaat gewoon doen. Ik bedoel, hij mag dan wel 16 miljoen fans hebben, maar ik jat het gewoon. Ik heb een goede. Ik heb een goede. Wat is regel 2 van Musical.ly? Eet paprika. Eet paprika op je video. Maar ben je er nou heel veel mee bezig? Gewoon ben je gewoon elke dag doe je gewoon. Elke dag. 20? Nee, dat kan je niet. Ga jij naar school? Ja. Doe je ook op school? Nee. Dus als je thuis komt? Nee, dan spreek ik gewoon af. Dus wanneer doe je het dan? Met hun, met vriendinnen. Oh, oké. Dat is wel echt leuk, man. Dat je gewoon samen met je vriendinnen gewoon dat kan doen. Ja. Dat wil ik ook. I spy ga ik doen, mensen. Je weet toch. Mag ik ook dat ding? Of kan ik dat niet hebben? Nee, die zit zeker opgeplakt. Ja, die moet pushen. Ik kan het zonder dat ding, joh. Bah. Hey, maar je weet mijn missie van vandaag, hè? Ja. Dit. Dat is het toch? Ja, maar dat kun je toch al? Ja, maar ik weet niet of ik het kan. Letterlijk, jij deed dit. Oké, ik ga het gewoon proberen. Ben je er klaar voor? Moet ik ook meedoen? Wil je mee? Nee, ja. Nee. Ik moet het zelf doen. Ik ga het gewoon doen. En dan wil ik achteraf jouw juryrapport hebben. Van Okay. Hoe goed deed ik het? Even test. Zeg maar, de ongemakkelijkheid die jij voelde net, die voel ik nu ook. Maar jij deed het gewoon. Ja. Als ik het nu ga doen, dan voel ik mijn handen retard. En hij is gestopt. Je moet die knop wel indrukken, hè? Les 2. Druk de knop überhaupt in. Ik zie jou hiernaast zitten en ik voel gewoon van, wat is deze dude aan het doen? Ik probeer het zo erg. Ik wil hem even zien. I know I spy with my little lie. A girlie I can get cause she don't get too many likes. Oké, ik moet heel eerlijk zijn, dat dichtbij komen was wel een beetje raar. Ik zal heel eerlijk met je zijn. Wat is nog meer een goede? Bruno Mars of zo? Ja, broccoli kan ook. Broccoli. Oké, dat ga ik gewoon, vanaf het begin. Oké. Daar heb ik echt nog nooit iemand zien doen van het begin, maar ja. Je dist me gewoon. Maar niemand doet het vanaf het begin? Ja, soms. Meestal doen ze zo helemaal. Snap je? Nee, ik snap er niks van. Kijk, sommige doen het vanaf het begin. Het stukje is helemaal niet meer. Dat wist ik al lang natuurlijk. Ja, kijk, ik ga met jou meedoen hoe jij hem doet. Ja, doe maar lekker mee. Jij bent me gewoon weer aan het uitlachen. Ik doe zo mijn best. Het enige wat jij doet is, oh my god. Je vindt het zo grappig uit als je iemand zo doet. Maar dat is toch cool? Ja, dat doet iedereen, maar dat ziet gewoon grappig uit. Little party biscuit off me. In the cut, I'm rolling up my broccoli. Het schijnt best echt. Ja toch? Mag ik heel eerlijk met je zijn? Ja. Yeah. Afgezien van het feit dat ik er echt uitzie als een debiel, vond ik deze nog best wel leuk. Ja. Yeah. Of niet? Ja. Yeah. Je moet mij even mijn cijfer geven. Een 8 of 9. Jeetje. Nee, maar nu moet je niet. Je bent nou expres aardig aan het doen, omdat je me net kaart hebt uitgelachen. Ik ken ook mensen die het nog wel slechter doen. Echt? Ja. Yo, dit is nou iedereen die Musical.ly doet en niet zo goed is als ik. Werk harder. Ik wil proberen met dit ding. Dit is mijn leven. Zullen we dit hier neerzetten? Ja. Jij mag een liedje uitkiezen. Jij bent de regisseur. Maar ik weet niet echt welke jij kent. Welk tempo doen? Oh ja, die kan ik wel. Heb je nog een tip? Je had allemaal muziek. Doe dit. Hou de knop in. Alle mensen boven de 16 die kijken. Ik hoop dat jullie allemaal gezellig mee hebben geschreven. Zodat jullie kunnen leren van de jongere generatie. Alle tips die Nina heeft gegeven. Alle inside info. Laten we dit gebruiken om de 16-jarige, 20-jarige generatie van tegenwoordig net zo hip te laten zijn als de 12-jarige. Let's go, man. Een laatste tip. Goed meeblekken. En wat is nou de move? We moeten even een eigen move hebben. We moeten deze midden snijden. Ja, dat is de move. En dan gaan we aan het eind halen. Doen we zo.
al bij elkaar. Oké, mensen. Ik heb het. Ja, hoe wil je het gaan doen dan? Gewoon op het eind gaan zeggen. Nee, misschien is het wel leuk als we dit doen. En dat de volgende dan is. Ja, ja. Maar kunnen we dan niet beter vasthouden? Ja, maar ik wil zo graag die statief gebruiken. Ja, eerst? Ja, ja, is goed. Maar jij doet dat zo. Wanneer? Weet ik veel, gewoon halverwege of zo. Oké, mensen, jullie zien niet helemaal wat hier gebeurt. Maar het is ongekend. Dit is Musical.ly 2.0. Dikke producties nog hier al. Oké, dus jij doet op een gegeven moment. Ja, dan of dan moet jij dat doen. En dan druk ik het op zo. Oké, doe dat. We zijn een lekker team, Nina. Let's go. High five. Nice. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, zo. Lekker! Dit is nu jouw beurt. Oké, dus nou moet ik hierop klikken en dan moet ik hem hier en dan ja, aftellen. 5 seconden. Daar moet ik op klikken. Ja. Oké, en. Ja! Dit is hoogstwaarschijnlijk een van de mooiste musicals die ik ooit heb gemaakt. Alles hier is tempo. Kan niet lang met je praten. Tempo. Tempo. Fast tempo. Alles hier is tempo. Kan niet lang met je praten. Ja, let's go. Zet hem erop. Klaar. Zal ik hem plaatsen? Ja, oké. Okay. Yes. Lekker bezig, Nina. Bedankt voor de wijze lessen van vandaag. Onder andere gejat andermans muziek. Houd de knop in, meeblekken en nog veel meer. Ik wil heel erg bedanken dat je er was. Ja. Vond je het wel een beetje leuk? Ja. Vond je mijn outfit ook wel een beetje leuk? Ja, een beetje. Wil je nog iets zeggen tegen de mensen thuis? Ja, like allemaal en abonneer. Volg Nina op Musical.ly. Hoe heet je op Musical.ly? Nina Schoppert XX. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken, dames en heren. Vergeet niet de video een duimpje omhoog te geven, want bij 4000 likes komt er morgen weer een nieuwe video. Abonneer op mijn kanaal en laat een reactie achter, dan maak je kans op die gratis verschoenen. Fucking leuk. Tot morgen. Doei. Doei. Doei.